Minister Regelio Dotsent van Natuurlijke Hulpbronnen heeft gisteren in de Nationale Assemblée zijn misnoegen geuit over een bepaalde parlementariër. Volgens de bewindsman heeft die persoon aangegeven dat het grootste deel van onze oppervlaktewaterbronnen vervuild is. Dotsent typeerde dit als stemmingmakerij en schending van het imago van het land. Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Dotsent benadrukte dat de vergaderingen van de Nationale Assemblée nu ook internationaal worden gevolgd. We moeten ervoor zorgen dat we, als we geen cijfers hebben, als we geen data hebben, als we niet de juiste informatie hebben, dat we ophouden met dit soort dingen. We hebben geen moeite als regering met zaken die buiten de microfoon gezegd worden. Maar de zaken die in de microfoon gezegd worden, meneer de voorzitter, graag een beroep via u aan uw college, meneer de voorzitter, dat het goede dingen zijn, dat het iets is dat opbouwend is voor onze natie, dat het iets is, meneer de voorzitter, dat ons niet leidt naar twijfel, dat het de bevolking niet op het verkeerde spoor zet en ook niet internationaal de positie of het imago van Suriname onnodig geschaad wordt. De bewindsman riep nogmaals het parlement op om deze zaken achterwege te laten. De fractieleider van de VHP, Chandrika Persaat Santokhi, was het niet eens met de minister. Volgens Santokhi zijn er aan de kant van de oppositie vragen gesteld en geen ongefundeerde uitspraken gedaan. Voorzitter, we weten niet wie en wat de minister bedoelt, misschien de andere kant. Maar vanuit deze kant, voorzitter, wil ik de minister wel erop wijzen dat inderdaad hier het parlement is waar wij namens het volk vragen stellen. En wij verwachten van de regering eerlijke antwoorden, juiste informatie. Wij verwachten ook van de regering, als er hier vragen gesteld zijn die misschien niet correct zijn, dat u met de juiste informatie komt. Ja, maar wat is uw orde voorstellen? Als u zegt, een lid heeft gevraagd, nee, het is het parlement. Ja. Ik weet niet wie hij bedoelt, hij kan dat ieder lid zijn, maar ik weet wel dat er hier vragen gesteld zijn door zowel de andere kant als aan deze kant, wat de status nu is van het oppervlaktewater van Suriname. Want er is nog steeds een presidentieel besluit waar het totaal oppervlaktewater in feite een concessie is afgegeven dus aan het buitenland. U geeft aan dat u van die zijde de vraag hebt gesteld en u nee, wilt dat antwoord hebben. De vraag is, niet vanuit deze kant gesteld, maar hij verwijst naar een lid, maar hij typeert direct de vraag als ongefundeerd, zelfs leugens, welke uw hamer passeert allemaal daar, voorzitter. Nee, ik heb dat gecorrigeerd, dat het niet een algemene stelling. Ja, nee, de minister moet corrigeren. U moet niet corrigeren, de minister moet corrigeren. Nee, maar... Ja? Het lid Sharman heeft het gezegd. Het is een feit, meneer de voorzitter, dat er een presidentieel besluit is voor oppervlaktewater. En het is ook duidelijk hier tig keren aangehaald waarom en in welke context het is en wat de vervolgstappen hier zijn. Dat heb ik duidelijk aangehaald. Maar meneer de voorzitter, uw lid Sharman heeft bij hier aangegeven, daarnet in een interruptie of in een vraag die gesteld is. U bedoelt lid Santokhi? Nee, lid Sharman heeft aangegeven dat een groot deel van ons oppervlaktewater vervuild is. Het ging over aquacultuur. Dus is dat geen structureel geheugenverlies? In mijn interruptie heb ik aangegeven, ik begreep dat er grote delen verontreinigd zijn dan wel gecontamineerd. En ik vraag juist om informatie. Okay. En ik zeg ook nog, als er onderzoeksrapporten zijn, kunnen we daar deelgenoot van zijn. Dus ik geef al aan dat ik het niet precies weet. Regering, kunt u mij informeren? En ik plaats goed dat tegen de achtergrond van aquacultuur. Okay. Wat is daar een probleem van, minister? Deo Sharman gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de begrotingsbehandeling.